Op Sportpark Squatterworld is de voorbereiding in volle gang voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Toch wordt er nog genoeg nagepraat over de nederlaag in eigen huis tegen FC Utrecht. Ja, I think we deserve to win this game, at least draw, because we created a lot of chances. They should maybe two or three times on our goal. So yeah, after this kind of games, you feel angry, disappointed. Ja, uiteindelijk heb ik er wel een goed gevoel aan overgehouden. Alleen ja, je wil natuurlijk die drie punten. Dat is het belangrijkste. Alleen, ik denk dat het wel een van de wedstrijden is waar je echt aan het genieten bent. En dat moeten we wel zien door te zetten, ja. Nou, je zegt inderdaad genieten, want de eerste 60 minuten, ja, die waren fantastisch om te zien. Ja, zeker. Wat ik zeg, de combinatie die we maakten, van links naar rechts. De kansen die we creëerden, het was gewoon van een hoog niveau. En ja, die lijn die probeer je natuurlijk door te trekken. Helpt daar een verandering van het systeem bij? Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk kwamen we iets meer naar voren en staan we allemaal iets makkelijker op het veld en hoeven we minder te schuiven. Ik denk dat voor de meesten toch iets fijner is, ja. Of course, we have to keep going like this, first 60 minutes and second half of game against Volendam. And I think we can bring 3 points from Excelsior, from Rotterdam. Voor Pavel Bogniewicz zijn het spannende tijden. De verdediger zit namelijk in de voorselectie van het Poolse elftal. Yeah, of course, I'm really proud, but it's only pre-selection. The most important thing, it will be 10th of November, it will be selection for World Cup, and yeah, we'll see if I will be there or not. Excelsior is een van de laatste twee wedstrijden voor de winterstop. De ploeg van Marinus Dijkhuizen verloor afgelopen week met 3-1 van Go Ahead Eagles. Toch is de ploeg waakzaam voor de Kralingers. Nou, ik denk dat het een goed georganiseerde team is, waar je best lastig doorheen kan komen. Als je ook ziet, de afgelopen wedstrijden hebben ze het sommige tegenstanders ook heel erg lastig gemaakt. En ik denk dat we van onze beste kant ons moeten laten zien daar, om daar 3 punten weg te nemen. We already played against them in the pre-season, so I think we'll be quite similar game like those we played against. They like to defend and play with counterattacks. So yeah, we have to be really focused about rest defense. And they beat AZ in the home, so they are not easy to play against. So I expect really, really hard game. En dan moet je op kunstgras. Ben je daar voorstander van of niet? Nee, kijk, uiteindelijk voetbal je natuurlijk liever op gras. Alleen je weet dat deze wedstrijd eraan zit te komen en daar moet je gewoon op voorbereid zijn en moet uiteindelijk geen excuus zijn. Ja, I'm really excited for every game. So as you know, I didn't play for 1 year last season, so I'm really happy that I can play and I just wait for the next game. De editie Excelsior Rotterdam Heerenveen is in totaal 10 keer eerder in de Eredivisie gespeeld. 4 keer werd er gewonnen, 2 keer werden de punten verdeeld en 4 keer bleven de punten in Rotterdam. De laatste keer dat er gewonnen werd was de ene laatste editie in het seizoen 2017-2018. Bruins, terugleggen, is dit dan het moment? Nee, dat is het nog niet. Kolwijk, ja, dit is dus wel het moment. Zanelli. Woudenberg komt daarbij aan die kant. Zanelli naar binnen, terug naar Eudegaard. Terug Zanelli, terug Eudegaard. Het is gepriegel. Torsby en dan Zanelli. Bal op de paal en via de binnenkant van de paal is het dan de treffer van Zanelli. Rogas krijgt mee met de borst en prikt hem binnen. En zorgt voor de voorsprong van Heerenveen. Komende zaterdag treffen Kuhai Driewerts bij de Kralingers. De buitenspeler stond vorig jaar nog in Heerenveen onder contract nadat hij de jeugdopleiding volledig had doorlopen. Verder speelden onder andere Geert Arend Roorda, Lucas Woudenberg en Warner Haan voor beide clubs. Laatstgenoemde stond 4 jaar geleden in de laatste editie nog onder de lat. Toen leken de Friese te verliezen, totdat in de 93e minuut de bal voor de voeten van Jis Hoornkamp kwam. Torsby, ja, goed gedaan en de gelijkmaker, daar is hij, via Jis Hoornkamp. Hij zorgt alsnog voor 3-3. De ontlading enorm bij Heerenveen. Want in de slotseconden van deze wedstrijd maken ze dan toch nog gelijk. Belangrijke rol natuurlijk voor Torsby. Want die wint eerst het kopduel en levert de assist af. Uitstekend afgerond door Hoornkamp. En 3-3 in de extra tijd van deze wedstrijd.
Door deze late treffer van Hoornkamp werden er deze wedstrijd maar liefst 6 doelpunten gescoord. Het verleden laat ook zien dat deze editie garant staat voor veel doelpunten. Met 20 gescoorde doelpunten en 18 tegendoelpunten. Een gemiddelde van 3,8 doelpunten per wedstrijd. Ook een doelpuntrijk duel was het in 2011, toen Bas Dost niet te stoppen was. Nu Assaidi en Dost en raak. Bij de tweede paal is Dost vrij. Dost zelf, Dost 2-0. Zo gaat dat toch bijzonder makkelijk. En daar is de kopbal van Dost en daar is zijn hat-trick. En daar is Dost weer. Wie gaat er naar de eerste paal? Natuurlijk Dost en daar is zijn vijfde. 5 goals. Vanavond waren ze allemaal voor hem, Bas Dost.